Tegenover mij zit John Kruithof, werkzaam als productmanager webtechnologie bij Dictu. John, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. John, Dictu. Wie is Dictu en wat is jouw rol binnen Dictu? Nou, goede vraag. Nou, Dictu is, de ICT-dienstverlener voor het ministerie van Economische Zaken. Yeah. Eigenlijk is het gewoon de informatiseringsclub van Economische Zaken. Mm-hmm. Maar een beetje groter geworden, zeg maar. Want we zijn al zelfs op 1200 mensen zijn we inmiddels al, dat aantal hebben we al bereikt. Zo. En ja, wij doen eigenlijk alle ICT voor economische zaken en inmiddels ook daarbuiten. Oké. Okay. Dus ook voor andere ministeries, dingen die wij generiek kunnen leveren, zeg maar. Dat doen we dan. En dan werken we ook gewoon samen met de andere ICT-clubs, zeg maar, in de Rijksoverheid. Ja. Oké, helder. Hey, en om een beetje een kijkje achter de schermen bij Dictu te nemen, wat zijn de projecten waar jullie je mee bezighouden? Ja, het is een veelvoud aan projecten natuurlijk. Mm-hmm. Als je kijkt naar het ministerie van Economische Zaken, dan heb je daar gewoon heel veel onderdelen. Bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland. Yeah. En dus voor de ondernemers in Nederland. Mm-hmm. Ja, die doet heel veel om de ondernemers te faciliteren in hun werk. Mm-hmm. En daar worden dus allerlei zaken voor gebouwd. Portalen, personaliseerbare zaken. Ja. Apps worden er ook voor gebouwd. Ja. Nou ja, en daarnaast heb je nog een tak dat richt zich op inspecties. Ja. Dat is van de NVWA. Ja. NVWA, Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Juist. Nou, goed gegokt. Ja, goed dat jij dat even zegt. Ja. Want, Nee, klopt. Goed. Daar heb je eigenlijk twee kanten. Je hebt de ene kant natuurlijk het werk wat inspecteurs doen om zaken te inspecteren en dat vast te leggen en daar iets van te vinden. Mm-hmm. En je hebt aan de andere kant, dus dat is meer in het proces, zeg maar. En aan de andere kant heb je ook een soort van openbaarmaking, zeg maar, van die data. En een mooi voorbeeld daarvan is de app die gebouwd is voor inspectiegegevens van lunchrooms. Mm-hmm. En dus dat je gewoon hier in Utrecht door de binnenstad kunt lopen en bij een lunchroom ervoor kunt staan, die app kunt openen. En kunt kijken van hoe heeft het NVWA eigenlijk deze lunchroom bevonden. Oké. Okay. En is het oké okay, met de hygiëne en dat soort zaken. Dus dat zijn hele leuke dingen. Ja. Dus het is enerzijds ook echt voor de Nederlander. En anderzijds is het ook voor binnen het proces, zeg maar, van de inspecteur. Nou, dus zowel aan de binnenkant als de buitenkant, om het zo maar te zeggen. Juist. En het zijn gewoon een veelvoud aan technologieën natuurlijk. Als je even bij stilstaat wat er allemaal moet gebeuren om zo'n systeem te hebben en ook om die data allemaal op te slaan, maar ook weer te ontsluiten, zeg maar, om daar uiteindelijk in een app beschikbaar te stellen of op een website beschikbaar te stellen. Ja, dat is natuurlijk heel veel dingen. Oké, okay, helder. Hey, en als we kijken naar het aandeel van de ontwikkelaar binnen deze projecten, kan je daar misschien wat meer over vertellen? Wat is nou het aandeel van de ontwikkelaar binnen de inspecties, binnen het verlenen van informatie, het faciliteren van de ondernemers? Wat is daar hun de verantwoordelijkheid in? Nou, de ontwikkelaar is natuurlijk de enabler voor al dit soort zaken. Mm-hmm. Zonder ontwikkelaars zou je gewoon die apps en die websites niet hebben. Nee, natuurlijk. En dat lijkt me wel logisch. Mm-hmm. En dan is denk ik ook wel de kwaliteit van werk gewoon heel belangrijk. Mm-hmm. Dus, en zo zijn we dus ook bezig om continu onze technologie te vernieuwen. Ja. Om beter te maken, efficiënter te maken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar continuous integration. Ik zal even uitleggen wat het is. Ja, graag. Maar dat je continu blijft kijken of componenten die je bouwt nog passen op andere componenten die je bouwt. Zodat een systeem eigenlijk blijft draaien, ongeacht of je een aanpassing doet.
Ja. En dus dan wordt er gekeken naar testbaarheid en dat soort zaken. En dat is een wezenlijk onderdeel geworden van ontwikkeling. Mm-hmm. En ook binnen de overheid uiteraard. Oké. Ja. Hey, kan je misschien wat meer vertellen over welke technologie jullie gebruiken voor dit soort projecten? Ja, ook daar geldt weer voor. Het is echt een veelvoud van zaken die wij doen. Als, ja. als we kijken naar het front-end domein, dan heb je enerzijds heb je het webdomein, je hebt het appdomein en tenslotte heb je ook nog iets wat backends ontsluit. Dat is de systeemintegratiekant, zeg maar. Ja. Als je kijkt naar het webdomein, dan heb je het over websites. Die bouwen wij standaard in Drupal. Maar ook werken wij samen, want dat is ook de Rijksoverheid. Wij zoeken zoveel mogelijk de synergie ook binnen de Rijksoverheid. Dus we werken samen met algemene zaken om dat gewoon wat handiger te doen. Want zij hebben bij algemene zaken is ook al een hele straat die websites ontwikkelt. Mm-hmm. Nou, daar werken wij dus nu mee samen, zodat we niet allebei dezelfde dingen doen. Okay. Naast websites heb je ook portalen. Nou, dat is vooral Java-technologie. Yeah. Wij gebruiken daar Library voor. En dan heb je de webapplicaties. Nou, het verschil tussen website en webapplicaties en portalen in het midden is eigenlijk de hoeveelheid content afgezet tegen de hoeveelheid transacties dat je hebt, zeg maar. Nou, en webapplicaties bouwen wij met .NET, maar ook met Java. Middelste was de apps. Nou, apps, daar heb je ook weer zoveel smaken en soorten. Je hebt de native varianten. Native wil zeggen dat je een app bouwt specifiek voor het platform waar je hem ook op wil draaien. Dus als je eentje maakt voor de iPhone, ja. dat je hem ook bouwt in Xcode, zeg maar, de tools die voor de iPhone beschikbaar is. Ja. Nou, voor Android geldt hetzelfde. Maar je kunt ook cross-platform bouwen. Dus, en dat is soms nodig als je dezelfde app voor verschillende platforms wil uitrollen. Oké. Okay. Dus ja. Heel veel. En systeemintegratie, dat is iets wat wij ook voornamelijk met de Oracle Stack doen. Dus ook voornamelijk veel Java. Oké, okay. Ja. Helder. En als we kijken naar deze projecten, het zijn natuurlijk zoals je zegt hele brede projecten. Wat is eigenlijk jouw visie als we kijken naar de toekomst van deze projecten? Heb jij een bepaalde visie waar dit naartoe gaat? Ja, nou ja. Weet je wat het is? Deze technologie staat gewoon geen moment stil. Nee. De zaken die je nu gebruikt, dat kan over een jaar gewoon alweer verouderd zijn. Of, mm-hmm. en dus eigenlijk, het belangrijkste is gewoon dat je bijblijft. Bijblijft en vooruitdenkt van wat gaat hier nog meer spelen. Mm-hmm. Een voorbeeld is, als je kijkt naar websites, dan is het tegenwoordig helemaal hot om single-page applicaties te bouwen. En single-page applications, dat zijn eigenlijk webpagina's die je nooit herlaat, zeg maar. Die yeah. zelf hun content ophalen van de server. Yeah. En waardoor je dus elke keer naar hetzelfde browserscherm zit te koekeloeren. Yeah. En, maar goed, daar zijn heel veel verschillende frameworks voor om zoiets te bouwen. Mm-hmm. En dan is het maar net even de keuze van, ja, welk framework heeft nou eigenlijk de toekomst? Ja. Dat is een hele lastige, hè? Ja, hoe doen jullie dat dan? Hoe kiezen jullie dat dan? Nou, we kijken bijvoorbeeld naar wat heeft de grootste community daarachter? Mm-hmm. Wie is eigenlijk de partij achter zo'n framework? Als je kijkt naar Angular.js, dat mm-hmm. is een JavaScript framework. Ja. Dat wordt door Google wordt dat gebracht. Ja. Nou, Google is een grote partij natuurlijk. Nou, en we kijken ook uiteraard bij onze collega's van de Rijksoverheid van wat gebruiken zij? Ja. Nou ja, uiteindelijk kom je dan wel ergens uit. Maar ook voor Angular geldt weer dat je hebt nu een versie, maar er komt straks weer een versie 2. Ja. En die is, zoals ze dat noemen, niet backwards compatible. Dus er zijn dingen die nu werken, maar met versie 2 niet meer werken. Oké. Okay. Ja. Dat zijn dan van die uitdagingen die je hebt in deze hele snelle wereld, zeg maar. Ja, je wordt constant getriggerd om maar te innoveren door die updates en dergelijke. Ja, maar dat is ook leuk, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat houdt je in beweging. Ja, dat is leuk. Dat snap ik. Ja. Hey, interessant verhaal. Hey, en als we kijken zelf naar Dictu, wat maakt voor jou, ook voor onze medestudenten die natuurlijk kijken, wat maakt Dictu en ICT nou zo bijzonder?
Ja, nou ja, ten eerste, je werkt voor Nederland. Dat is sowieso wel heel bijzonder. Als je bij stilstaat, dat wij wonen allemaal in dit land. Ja. Wij maken gebruik van de faciliteiten die de overheid, ook deels van de faciliteiten die de overheid ons geeft. Mm-hmm. En wat is er nou mooier dan dat jij onderdeel kunt zijn van het leveren van die faciliteiten? Mm-hmm. Dus. Nou, heb ik zelf nog een andere reden om heel erg blij te zijn met mijn rol bij de Rijksoverheid en bij DICTU in dit geval. Mm-hmm. En dat is dat je ook nog, hè, behalve dan dat je meewerkt aan het faciliteren en eigenlijk het stuur in de handen mag houden voor de rest van de Nederlanders, dat is eigenlijk heel cool. Ja, is het ook zo dat als jij een visie hebt, en dat spreek ik echt uit ervaring, als je een visie hebt. Als je denkt van, nou, we moeten nou echt die kant op, want het gaat die kant gewoon op, ja. Dan kun je dat ook gewoon verwezenlijken. En zo zijn wij 5 jaar geleden zijn we begonnen. En toen hadden we een competence center webtechnologie. Ja. Toen zijn we begonnen met te kijken naar appontwikkeling. Ja. En dat was toen nog, ja, het was ook al, maar nog niet zo groot als het nu is. Nu is het gemeengoed, hè? Ja, iedereen heeft het is normaal. Een smartphone en iedereen heeft apps. Ja. Maar toen was dat nog helemaal niet. Nee. Toen zijn we begonnen met een soort proefje, zeg maar, om een bepaalde gegevens, diergegevens, zeg maar, om die te ontsluiten via een app. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van een heel lang traject om wat nu inmiddels al bijna 2 jaar het app-loket is bij ons, om dat neer te zetten. En het leuke ervan is, die app is daar uiteindelijk ook gewoon gebouwd. Oh, wat gaaf. Ja, voor RVO. Dus wat leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Dus eigenlijk kan je eigenlijk een eigen start-up beginnen binnen Rijksoverheid, om het zo maar te zeggen. Je bent gewoon, eigenlijk ben je ondernemer in loondienst, als je dat zou willen. Hè? En niet iedereen wil dat, niet iedereen heeft die ambitie. Ik kom genoeg mensen tegen, die vinden het wel prima. Hè? Maar als je wilt, sky is the limit. Leuk om te horen. Ja. Hey, en even naar jouw persoonlijke visie. Wat zijn volgens jou op dit moment en in de toekomst de grootste issues omtrent development? De grootste issues. Nou, eentje heb ik al genoemd. Dat is de veelvoud aan technologieën. Dat je op een gegeven moment ergens in de tijd een keuze maakt. En dan moet het maar blijken of die keuze die je op dat moment hebt gemaakt, of dat ook echt de keuze voor de toekomst is. Ja. Dus het kan zijn dat je achter iets aanholt wat nog niet echt het gaat zijn. Maar ja, daar zit elke ICT-club mee. Mm-hmm. Ten tweede is het denk ik zo dat alles is in verbinding met elkaar. Hè? Ook via mobiele technologie. Ja. Je bent in verbinding met je telefoon. Hè? Van alles wordt gemeten wat je maar wil. Ja. En systemen zijn in verbinding met elkaar. En... Ja, hoe zorg je dan op een gegeven moment voor dat je dat in stand kunt blijven houden, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat systemen die niet als een soort keten werken, waarbij als je één schakel uitschakelt, dat het systeem het helemaal niet meer doet. Maar dat het als kluwen van componenten eigenlijk samenwerkt. En als eentje uitvalt, gaat de rest gewoon door. Ja. En dat is eigenlijk een toekomstding. Dat is denk ik inherent aan de hele mobiele technologie. Ja, ja. Oké. En security, hè? Security is echt een hele belangrijke. Laatste vraag die ik eigenlijk heb is, je hebt al een paar leuke dingen genoemd waarom je aan de slag zou moeten gaan binnen Rijksoverheid en bij DICTU. Ja. Maar misschien ook nog goed voor de studenten en de young professionals. Kan je mij concreet aangeven, wat is nogmaals nou zo gaaf naast het stukje ondernemerschap om aan de bak te gaan bij Rijksoverheid? Ja, nou, ik ga gewoon niet naast het stukje ondernemerschap. Ik ga gewoon zeggen, het stukje ondernemerschap ga ik nog een keer benadrukken. Want ook dat, goed. Dat is namelijk, als je dat in je hebt, dan zijn we echt heel erg geïnteresseerd. Want ja, goed, onze technologie moet gewoon mee met deze tijd. En wil gewoon mee met deze tijd. Ja. En we hebben gewoon gedreven mensen voor nodig die kunnen denken voorbij het gangbare. Mm-hmm. En dat kan. Het kan gewoon. En dat is het leuke ervan. Ja, nou ja, goed. En
Misschien ga je me nog vragen, zijn er nog vacatures? Wellicht, wellicht. Ja, nou, kijk dan op werkenvannederland.nl. En dan zie je wel wat er allemaal is. Want ja, de Rijksoverheid heeft gewoon heel veel ICT'ers nodig. Dus studenten die op dit moment ICT studeren, prima keuze. Helemaal hartstikke goed. Ja. Hartstikke bedankt, John, voor je tijd en je leuke informatie. Graag gedaan. Wil je nou nog meer gave colleges terugkijken? Ga dan snel naar www.ittalentcollege.com. Of ga naar ons YouTube-kanaal IT Talent College. En uiteraard, we zijn ook te vinden op de social media. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot het volgende IT Talent College.